Welkom bij de 5e aflevering van Airtime. Dit keer de 3e voorronde van de Popprijs Amsterdam die plaatsvond in de Mix in Uithoren, waarin verschillende bands tegen elkaar strijden voor de finale in P60 op 6 mei. We zijn vandaag bij de 3e voorronde van de Popprijs van Amsterdam in de Meerlanden 2011. We zijn in de Mix in Uithoren. We beginnen vanavond de avond met Polydrone, daarna komt Translated, vervolgd door Hotspot, Captain Ortegan en als laatste de Wolf Hunters. Drie jaar nu ondertussen. En waar halen jullie inspiratie vandaan? Voornamelijk bij andere metal bands, verschillende gebeurtenissen in de wereld qua teksten. Dat is het eigenlijk denk ik een beetje. Denk je dat je een kans maakt om te gaan winnen? Ik hoop het natuurlijk wel. Maar als ik een beetje realistisch ben als metalband bij een popwedstrijd, dan ja, resultaten vallen meestal niet. Nee, joh. Kijk, hij is positiever ingesteld dan ik. Samen? Sinds een dag of twee. Ongeveer 4 jaar. Ja. Ja, we hebben er later bij gekomen. Eerst was het deze drie gasten. Ja. En toen zijn stem deed het niet meer. Ja, is eigenlijk een soort Pavarotti, maar dat kan niet meer. En toen hebben ze mij maar erbij gehaald. Bolen. We gaan zo bolen. IKEA! De Popprijs van Amsterdam en de Meerlanden is georganiseerd door P60 en Stichting Cardanus in samenwerking met Coherte. Vanavond is de laatste voorronde van de Popprijs. Vandaag wordt er weer één winnaar bekend en daarna wordt er een wildcard uitgedeeld van de beste band die nog niet is geselecteerd voor de finale. Uiteindelijk zullen in de finale 4 bands optreden op 6 mei in P60 Amstelveen. Hoe ging hij vanavond? Nou, ging best wel goed. Ik ben er wel tevreden mee. Hoe lang zijn jullie al samen? 6 maanden, een half jaar. Dat is hetzelfde. Niet zo lang dus, maar we hebben alle drie best wel veel vrije tijd, omdat we net klaar zijn met de middelbare school. En alle drie niet naar een vervolgstudie hebben gedaan, in ieder geval nog niet. En daarom denken we gaan gewoon lekker samen muziek maken. Ja, we doen gewoon ons ding en kijken hoe ver we ermee komen. We hebben sowieso plezier ermee. Dus. Captain Ortegan, je kent hem wel in Amstelveen. Hoe ging hij? Best lekker. Ja. Zeker wel lekker. Heb je reacties gehad dat je naakt was? We hebben wel reacties gehad, ja. Ook
sowieso over, mensen vinden het wel leuk als je je shirt uit doet en zo. Het verkoopt wel, weet je. Ja, bij kunstbenden. We hebben ook wel goede lichamen. Ik ga er niet over liegen, weet je. Wij heten de Wolfhunters. We maken Swamp Rock. We zijn sinds kort bij elkaar en het voelt goed, voelt lekker, beukt hard. Ja, nothing more to say eigenlijk erop. Of we gaan winnen? Ja, ja, als het aan ons gevoel ligt wel. Het is wel duidelijk dat we allemaal weer eens even wat aan sport moeten gaan doen, waarschijnlijk binnenkort. Dus, hun drie speelt 3 maanden bij elkaar en ik ben sinds 2 maanden ben ik erbij gekomen. Ja. Bedankt hun allemaal voor dit spektakel wat we hier hebben mogen aanschouwen. Ja? Oké, nou ja, dan ga ik jullie nu voorstellen aan de jury. Dat is Steven, Axe en Leonie. En die gaan nu vertellen wie er vanavond gewonnen heeft. Yes? Het is totale effect rock. Daardoor wel zeer effectief. Het heeft vaak dezelfde opbouw en veel van dezelfde soort stukken. En dat vinden jullie leuk. Hè? Yeah! Yeah! Het was een energieke en beukende show. Met een zeer charismatische frontman en een strakke ritmesectie. Applaus. De winnaar. De Wolfhunters. Gefeliciteerd. Kom kijken naar de popprijs van Amsterdam finale op 6 mei 2011. RTV Amstelveen is op zoek naar talent. Ben jij een geboren entertainer en wil je doorbreken als artiest of met je band? Geef je dan nu op voor Airtime. Stuur een mail naar redactie@rtvamstelveen.nl. En wie weet zien we jou terug in de volgende uitzending.